Ik wil graag iets aan jullie voorlezen wat ik een aantal jaren geleden heb geschreven en heb uitgesproken tijdens de tijd van Break the System. Het is echt nog als de dag van gisteren. Al maanden leef ik wederom met de verwachting dat we massaal gaan opstaan. Massaal tegen de overheid en de elite. De banken en verzekeraars, de corporaties en de farmaceutische industrie. Tegen de onrechtvaardigheid die hoogtij viert vanaf het plusje in Brussel en Den Haag en zijn monsterlijke tentakels in de vorm van gemeenteraden. Maar het gebeurt niet. Wat is er aan de hand? Zien we het dan echt niet? Zijn we zo blind voor de aftakeling in de samenleving? Of zitten velen nog in de redrace van net je hoofd boven water kunnen houden en kijken we daarom niet meer om ons heen naar de mensen die het niet meer kunnen? We zien toch allemaal dat de kosten van de zorgverzekering en de eigen bijdrage steeds maar stijgen, terwijl ons altijd is beloofd dat dit niet zou gebeuren. De verzekeraars hebben het voor het zeggen. De zieken en zwakkeren in de samenleving delven steeds vaker het onderspit in systemen die niet werken voor de bevolking, maar voor de economie. Het gebeurt onder onze neus, we kijken ernaar en slikken het als zoete koek. Onze samenleving is gehersenspoeld met de ideologie van meer, meer, meer van de grote corporaties. We laten ons doodgooien met de mantra dat we moeten consumeren. Meer, meer, meer. De producten die zij aan ons slijten worden niet gemaakt met het oog op onze gezondheid of welzijn. Nee, er moet een zo groot mogelijke winst worden gemaakt tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Dit gaat niet alleen ten koste van onze aarde, maar ook onze gezondheid en welzijn worden met gemakzucht daaraan opgeofferd. Als makke slaven lopen we door de Kalfstraat, de Koopgoot en Hoogkaterijnen. Blindelings toegevend aan de manipulatie van kopen, kopen, kopen. Ze brengen het aan de man via de mainstream media die daar gretig aan meewerkt omdat er grof geld aan wordt verdiend. We kijken ernaar en slikken het voor zoete koek. Overheidszaken zoals de OV, de post en de energie zijn geprivatiseerd, zoals dat met een chic woord heet. Uit de handen van ons allemaal, vooral de generatie die na de oorlog aan de opbouw hebben meegewerkt, de samenleving dus, geroofd, die daar belasting voor betaalde, is het overgegaan in handen van maar een paar mensen. De kosten zouden wederom niet stijgen. Het zou beter worden, efficiënter, veiliger. Ziet u daar wat van, vandaag de dag? Ik heb nog zo'n chic politiek woord. Het is het woord wat mij politiek en activistisch wakker maakte. Participatiewet. Het gaat in tegen de universele rechten van de mens. Maar de Nederlandse overheid plakt er een vrij labeltje op en wij laten ze ermee wegkomen. Sinds de gemeenten dit beleid zelf mogen vormgeven, zolang ze maar fors bezuinigen, vliegen de schrijnende verhalen om de oren. De schuldhulpsanering stijgt elk jaar. 1 op de 6 gezinnen verkeert in financiële nood en inmiddels zal het echt al hoger liggen. De enige bank die in klanten echt fors toeneemt is de voedselbank. Het aantal mensen en gezinnen dat in 2015 per dag uit hun huis werd gezet lag op 15. Dat zijn er 105 per week, 3.150 per maand en 37.800 per jaar. Wij luisteren ernaar en slikken het als zoete koek. Het stigmatiseren van bevolkingsgroepen is een tactiek om ons verdeeld en zwak te houden. Op deze manier blijven we lekker allemaal op ons eigen eilandje zitten, gefocust op onze eigen sores. Ik droom er nog steeds van, een massale opstand die de regering definitief naar huis stuurt en in solidariteit een nieuwe en humane samenleving creëert. Ik had de hoop bijna opgegeven en in december vlamde die weer op met de gele hesjes. Maar wat zie ik? Helaas zie ik dezelfde patronen ontstaan en ik wil jullie daar echt nog één keer op aanspreken. Ik weet dat de visies en ideeën en werkwijzes voor sommigen te ver uit elkaar liggen. De verschillen worden niet overwonnen. Maak je eigen groepjes, hou het klein. Groepjes kunnen samenwerken als ze overeenkomsten hebben. En je hoeft niet overal over eens te zijn. Al die kleine groepjes kunnen één afspraak maken. We prikken één datum en we doen allemaal onze eigen acties, lokaal en met elkaar. Dat is de enige manier om ze een koekje van eigen thee te geven. Ik sluit af met dit gedicht
Ik denk niet omdat ik huil dat ik zwak ben of verslagen. De tranen die stromen zijn er niet alleen voor mij. Ze zijn er ook voor jou, voor ons. Ze zijn er voor het geheel en de stukjes. Voor elk mens, ver weg en dichtbij. Die samen met mij het pad van rechtvaardigheid op zijn gelopen. En die het vertikken om terug te keren. Naar blindheid en apathisch leven. Dus denk niet als ik huil dat ik zwak ben of verslagen. Het is de kracht van mijn kwetsbaarheid die ik zichtbaar durf te dragen. En ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken dat jullie hierheen gekomen zijn. En ik hoop jullie bij de volgende grote landelijke demo wederom weer te kunnen begroeten.